voor echt persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Dan moet je toch wel echt heel onzorgvuldig zijn geweest. Maar dat wil niet zeggen dat die gevolgen onder de AVG dat die mal zijn. Of hè, wat ook kan, als je bijvoorbeeld, stel dat je ransomware aanval hebt en je gewoon geen onderwijs kan geven. Ja. Kun je ook gewoon onder de overeenkomst die je hebt met je studenten ook aansprakelijk zijn. Eventueel zou het misschien ook gevolgen kunnen hebben voor je accreditatie. Ja, precies. Of voor je subsidies die je krijgt. Ja. Dat zijn allemaal dingen die je zeker ook in de acht moet nemen. Wat als je als onderwijsinstelling te maken krijgt met ICT-problemen? Denk aan datalekken of erger nog cybercriminaliteit. Wie is daar dan juridisch verantwoordelijk voor en hoe ver gaat deze verantwoordelijkheid? Daarover praat ik in deze aflevering van Brains, waar ik in gesprek ga over digitalisering en innovatie in het onderwijs met Nienke Bernhard. Nienke, van harte welkom. Dankjewel. Advocaat hè, in dagelijks leven. Ja, bij Greenberg Trouwig, DT Law in Amsterdam. We gaan het hebben over de juridische aansprakelijkheden binnen onderwijsinstellingen specifiek. Want uit een onderzoek van Kantar in opdracht van ICT-organisatie Brains Network. En ik lees het even voor. Dat blijkt dat onder bestuurders en IT-specialisten binnen het voortgezet en mbo-onderwijs dat 40% in het afgelopen jaar serieuze ICT-problemen heeft gehad. Waaronder DDoS-aanvallen, ransomware. Verbaas jou dat? Nee, dat verbaast me helaas niet. Hmm. Ik denk dat het een bekend probleem is. Althans, ik ben natuurlijk IT-advocaat, dus wij komen het veel tegen. Ja. Ik doe ook heel veel privacywerk, dataprotectie. En daar zijn dit natuurlijk onderwerpen die aan de orde van de dag zijn. Daarom is dit onderzoek ook zo belangrijk. Het brengt heel goed in kaart hoe groot het probleem nou daadwerkelijk is. Waar ligt de problematiek met name? Ja, eigenlijk is het zoals met elk risico wat je wilt beheersen. Als je niet goed weet wat het risico is en als je niet goed jezelf beschermt aan alle kanten. Dan loop je dus gewoon een gevaar. Is een onderwijsinstelling een snoepwinkel voor cybercriminelen? Ja, dat denk ik wel. En dat heeft meerdere oorzaken. Eén is dat als je bijvoorbeeld vergelijkt met financiële instellingen, gewoon de beveiliging minder goed is. Ja, dus er wordt minder aan gedaan. Een inbreker, een standaard inbreker, die kiest ook het huis waar hij het makkelijkst kan inbreken. Dus dat is denk ik één. En twee is natuurlijk dat de data die scholen verwerken best wel interessant is. Hoe zwaar is de verantwoordelijkheid? Even vanuit juridisch kader. Waar ligt die verantwoordelijkheid en hoe zit dat in elkaar juridisch? Leg dat eens uit. Nou, dat hangt eigenlijk af de invalshoek van waar je het bekijkt. Maar misschien is in dit kader wel de beveiliging van persoonsgegevens misschien een goed voorbeeld. Ja, er zijn nogal wat persoonsgegevens aanwezig op scholen. Ja, ja. Precies. En inmiddels kent denk ik iedereen ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ja, de AVG. En die bevat ook regels over beveiliging. Wat gebeurt er als je data kwijtraakt of die wordt gestolen, dat soort dingen. Als je kijkt naar de AVG, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Dat is bij degene die heet de verwerkingsverantwoordelijke. En dat is eigenlijk degene die bepaalt, wat doe ik nou met alle gegevens? Hoe zit dat met cybercrime? Moet je ook echt beleid voeren actief op wat gebeurt er als er sprake is van ransomware, als we gegijzeld worden, als we, weet ik veel, wat er phishing, noem het allemaal maar op, DDoS aanvallen. Mm-hmm. Moet je ook daar een heel expliciet beleid op maken als onderwijs? Juridisch? Dan ga ik je een heel juridisch antwoord geven en dat is dat hangt er vanaf. onder de AVG kan dat moeten. Ja. De reden dat ik zeg het kan moeten is dat heel veel regels zijn heel precies. Er staat bijvoorbeeld gewoon je moet in je overeenkomst A, B en C opschrijven. Ja. Maar er zijn ook heel veel regels en die zijn eigenlijk risico gebaseerd. En dat betekent dat je zelf moet kijken, wat is het risico? En dan is de regel dat je adequate maatregelen moet nemen. Hmm. En dat betekent dus dat je als organisatie heel goed in kaart moet brengen, wat zijn die specifieke risico's? En als jij ziet dat bijvoorbeeld phishing of
ransomware aanval. Ja, noem het op. Hè. Ja. Als je daar gevoelig voor bent, ja, dan zou het best eens kunnen zijn dat je daar een specifiek beleid op moet voeren. Stel, ik ben bestuurder en ik zit hier naar te kijken en denk, ik weet het allemaal niet precies. En morgen is het feest. En mijn onderwijsinstelling wordt gehackt. Hoe ziet die aansprakelijkheid eruit? Als het de AVG is, dan is het de organisatie die aansprakelijk is. Okay. Ja, dus ofwel de school, of de leverancier, of beide. Hangt ervan af. En je zal niet zo snel komen tot echte bestuurdersaansprakelijkheid. Dus persoonlijke aansprakelijkheid. En de reden daarvoor is dat je het gewoon echt wel bond gemaakt moet hebben. Nou, maar laten we het dan heel concreet maken. Mijn school wordt gehackt en alle persoonlijke data van al mijn studenten, duizenden, die zitten de volgende dag, ze staan allemaal op dark web. Inclusief alles. Ja. Inclusief chats, inclusief profielen, inclusief de hele rambam. En mijn ICT was gewoon niet op orde. Aantoonbaar niet op orde. Ja. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, dit hangt er weer vanaf. Ja, dat is altijd een flauw antwoord. Maar het is lastig om daar iets definitiefs over te zeggen. Maar kijk, voor echt persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, dan moet je toch wel echt heel onzorgvuldig zijn geweest. En, en daar kom je gewoon niet zo snel bij. Dus ik denk ook niet dat dat, hè, dat exact is waar je heel bang voor moet zijn. Maar dat wil niet zeggen dat die gevolgen onder de AVG dat die mal zijn. Of hè, wat ook kan, is als je bijvoorbeeld, stel dat je ransomware aanval hebt en je gewoon geen onderwijs kan geven. Ja. Kun je ook gewoon onder de overeenkomst die je hebt met je studenten ook aansprakelijk zijn. Ja. En ik weet niet precies hoe dat zit, maar eventueel zou het misschien ook gevolgen kunnen hebben voor je accreditatie. Ja, precies. Of voor je subsidies die je krijgt. Ja. Dat zijn allemaal dingen die je zeker ook in de acht moet nemen. Dus ook al is het dan misschien nog geen persoonlijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid gaat wel als organisatie heel erg ver. Absoluut. Ja, als je kijkt naar boetes onder de AVG, dat is maximaal 20 miljoen. Of 4% van de wereldwijde omzet. Nou, waarschijnlijk zit je bij onderwijsinstellingen natuurlijk meer in die 20 miljoen. En het is ook zo dat de autoriteit persoonsgegevens legt ook echt boetes op. Ja, zijn actief daarin. En zijn actief daarin. En niet alleen maar in het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook bij ziekenhuizen. Ja. Kijk, zij kijken gewoon echt naar wat is er gebeurd. Dus ja, je moet niet dan de illusie hebben bijvoorbeeld dat ik ben een onderwijsinstelling, dus ik ben wel veilig. Dat is juist niet het geval. Als je zulke gevoelige data ook onder je hebt. Ja. Richting de afronding, hè? Wat moeten onderwijsinstellingen doen in jouw ogen om dit te voorkomen? Ik zou als eerst beginnen bij goed in kaart brengen wat is het nou het risico. Daar helpt dit onderzoek natuurlijk heel goed bij. Ja. Maar kijk heel goed naar je eigen organisatie. Wat is er nu aan de hand? Wat zijn nu voor ons concreet de risico's? En waar moeten we actie op ondernemen? Vervolgens zou ik zeggen, beleg de verantwoordelijkheid hiervoor. Dus niet aansprakelijkheid, maar gewoon beleg de verantwoordelijkheid bij één of meerdere personen die ook daadwerkelijk inspraak hebben in het bestuur of daar dicht tegen aanzetten. Binnen de organisatie, die een mandaat hebben. En die ook bijvoorbeeld een budget hebben. Wat wel belangrijk is, dat je kan jezelf echt wel beter beschermen door een aantal vrij eenvoudige dingen te doen. En dat is bijvoorbeeld ook, we hebben gesproken nu over bestuurders veel, maar je mensen goed opleiden. Ja. Dat klinkt heel eenvoudig en dat kan het ook zijn. Gewoon zorgen dat je niet je laptop ergens laat liggen. Hoe kies je een password? Wat mag ik opslaan in het schoolsysteem, in het leerlingvolgsysteem? Allemaal dat soort dingen verlagen het risico ontzettend. Ja. Dus niet alleen maar de bestuurders, maar ook gewoon de docenten. Het hele systeem, de hele organisatie. Exact. Ja. En studenten ook, en leerlingen. Zeker. Ja. Ja. Nienke, dankjewel voor dit gesprek. En wil je nou meer zien van deze video's, Brains, waarin we in gesprek gaan over innovatie en digitalisering in het onderwijs, of je wil meer weten over het onderzoek waar Nienke en ik aan refereerden, kijk dan vooral op brains.nl. Voor nu dankjewel voor het kijken. Hoi!